Goedemorgen. Oké, you guys. Jeetje. Ja, ik kom net van Daantje. Daantje en Sander vierden gisteravond hun verjaardagsfeest. Ze waren volgens mij 9 februari. Ja, 9 februari jarig. Maar ze vierden, dus ik was echt zo moe. Ik ben gewoon letterlijk op Sander zijn bed gaan slapen. En ik ben gewoon... Nou, ik denk gewoon de hele nacht ben ik gewoon in slaap gevallen. Het is echt heel erg. Dus en dan werd ik wel even wakker, weet je. En ik ging weer even naar beneden, even kijken wat er gebeurde. En dan ging ik weer slapen. Ik trok het echt niet meer. En zij waren allemaal gewoon nog lekker aan het praten en aan het doen. En ik was helemaal een soort gesloopt. Ik dacht, nou ja, weet je, ik ga niet een Uber naar huis nemen of zo. Ik wacht gewoon, ik slaap gewoon lekker door. En dan neem ik gewoon de eerste tram weer naar huis. Dat scheelt ook echt wel weer veel geld. Het is nu 7:50. Dus ik neem gewoon lekker de eerste tram. En dan ga ik gewoon lekker naar huis. Ik heb gelukkig vandaag niks op de planning. Vanavond viert alleen mijn oma haar verjaardag. Nou, dat is letterlijk hier. Dus dan kom ik gewoon hier weer terug. En dan gaan we gewoon lekker dat vieren. Maar verder heb ik niks op de planning staan vandaag. Dus ik kan gewoon lekker uitslapen nog even. Ik moet er niet aan denken. Ik moet er echt gewoon niet aan denken om gewoon nu ineens door te feesten. En dan waarschijnlijk nu pas te gaan slapen of zo. Het is 8:00. Nee, ik heb daar echt geen energie voor. Ik heb heel veel energie vaak in het leven. Maar daar heb ik echt geen kracht of energie voor. Maar goed, het was hartstikke gezellig. Daar niet van. En oh my god, ik ben echt de opa van de groep. Goedemorgen, het is vandaag weer zondag. Volgende halte, next stop. Ik ben weer lekker thuis. Heerlijk. Eigenlijk ben ik wel een soort van wakker. Als in dat ik denk van, ga ik nu nog heel even slapen? Of ga ik gewoon nu lekker knallen met de dag? Waarschijnlijk ga ik slapen. Hey guys, het is nu 1:00. En ik heb dus echt nog even wel flink doorgeslapen. Ik was denk ik hier... Nou, iets voor 9:00, 9:15 denk ik. Dus ik heb echt nog heel lang lekker doorgeslapen. Ik heb heel naar en raar gedroomd. Maar ik heb wel gewoon lekker geslapen verder, dus ja. Ik ben lekker de vlog van Lien aan het kijken en van Marcia. Dat is altijd echt heel erg bijkomen, vind ik. Dus dat vind ik leuk. Nou ja, heel leuke informatie. Fantastisch. Nee, maar ik wil even dit filmen. Kijk even naar eigenlijk dit uitzicht. Soms dan neem ik het echt voor lief, maar ik heb eigenlijk zo'n vredevol uitzicht. Echt waar, moet je kijken. Kijk, dit is eigenlijk mijn uitzicht vanaf mijn kamer, raam. En als ik inzoom, dan moet hij niet op die boom scherp stellen hoor. Wacht even, dan moet hij scherp stellen op die polder. Kijk, daar in de verte zie je gewoon allemaal leuke mensen met paarden... Mensen die gaan wielrennen, mensen wandelen gezellig, mensen gaan met de scooter of weet ik veel wat. Het ziet er zo gezellig uit. En zeker als het ook bevroren is, het water, zie je ook mensen allemaal leuk schaatsen en zo daar in de verte op dat meer. Nou, dat is zo leuk. Dus ik ben echt blij met dit uitzicht eigenlijk hoor. Prachtig en dan komt die zon daar zo mooi op. Wauw. Dat wilde ik even laten weten. Nou... Leuk, hè? Oké, guys, ik weet niet, ik zit weer aan de instellingen van de camera, geen idee. Ik ga me lekker even klaarmaken en dan ga ik lekker naar de verjaardag van mijn oma. Althans, ik heb me al omgekleed. I know. Laatste keer even dat ik dit jasje aan heb. Maar ik vond het wel leuk bij deze broek, want dat is uiteindelijk toch een pak. Dus ik dacht, nou, dat vind ik wel leuk. Laatste keer en dan moet ik hem even uitdoen. Ik heb hem echt al zo lang aan. Maar hij zit zo lekker. En ik heb nou niet echt het gevoel dat ik deze heel erg veel moet wassen. Omdat ik hem ook vaak uitdoe. En ik heb natuurlijk hieronder gewoon iets aan. Dus het vangt natuurlijk niet echt het zweet op of zo. Mijn boksen doen de laatste tijd heel raar. Dan heb je dus dit geluid. Dat beetje dat kraakachtige geluid. Daar word ik heel zenuwachtig van. Yay guys, there we go. Even nog bloemen halen. Bij de winkels, voor mijn oma, leuk. Hi. Dag jongen. Hiep de piep. Hi. Leuk. Ah, dank je. Gefeliciteerd. Alvast, hè? Ja, alvast, ja. Happy birthday, lieve oma Loes. Wij
Met z'n allen weten, maar al te goed, hoe enthousiast jij wordt van een diner. Daarom willen wij jou en Gootje... Ach. Wij gaan dit regelen. Hoi Goot! We hebben zoiets moois samen gekregen. Ja. Daar komt ie. Krijgen we een overnachting samen. En een diner. En een varen. Ontbijt. En varen samen. Nee, joh. Echt waar? Ik ben het even. Zitten we elkaar's testament hier? Hebben Stef en ik gisteren al gedaan. En je moet willen zeggen hoe je begraven... Ja, dat is... Gewoon rechtop. Jezus, rechtop. Rechtop, ja. Oh, dit is echt schrikken. Laat er gewoon naar niemand op. Nee, maar dit is echt schattig. Kijk hem kijken. Ja, maar... Leuk, ik moet die muis even redden. Wacht nou, hij is heel goed, braaf. Hij denkt cadeautje. Oh, hij speelt er ook mee. Ja, hij is hartstikke dood. Hij is wel dood. Dat is goed. Nou, moet die maar weg? Waar moet jij nu naar buiten. Ja. Kijk ons allemaal aan. Kom maar. Billy. Ja, laat je hem achter. Ga je pakken met je hand? Kijk hem. Oh, dit vind ik wel uniek hoor. Dit is je muis. Klap in mijn gezicht dit. Nou, dit is wel heel gek hoor. Gewoon een muis. Nou, gewoon in de plastic bak. Die suikerbak. Dit is gewoon niet leuk. En het erg is nog, jongens, het is eigenlijk gewoon een kat die nog niet eens van mijn oma is. Het is gewoon een kat die altijd binnenkomt lopen. En dan komt hij opeens met een muis aan. Dat is echt heel erg. Laat je even de muis zien voor de vlog. Je gaat het toch niet posten? Jawel. Ja, heb je lekker muisje gegeten? Muisje eet je, hè? Ja, lekker.